Zie je wel. Een van onze initiatieven is een project voor non-visuele kunstbeleving. Een groep mensen met een visuele beperking en professionele kunstenaars maken kunst met de zintuigen als inspiratie. De bedoeling was dat we gingen zoeken naar hoe kunnen mensen met een visuele beperking zo fijn mogelijk kunst beoefenen. Met welke middelen, welke media. En daar zijn ze achtergekomen volgens mij. We wilden de maatjes kennis laten maken met de belevingswereld van iemand die blind of slechtziend is. En volgens mij is dat ook gelukt. En we wilden de bezoekers dadelijk laten ervaren hoe het is om non-visueel kunst te beleven. En of dat gelukt is, dat gaan we straks aan jullie vragen. Nou, zoals ik al zei, een paar praktische dingen voordat we echt de expositie gaan openen. Het is een route die we uitgestippeld hebben. We hebben een gele gidslijn die voelbaar is, want hij is een beetje ruw, waar je langs kunt lopen. Mensen die goed zien vragen we een blinddoekje op te doen of een zichtbeperker waar je misschien nog een beetje wazig door ziet of door een gaatje kijkt. Die brillen zijn geïnspireerd op oogziektes, maar niet een perfecte weergave daarvan, maar een beetje op een creatieve manier gemaakt. En je kunt dan met je voeten langs die gidslijn en dan kom je overal langs. Volg de gidslijn naar links. Mijn fotoreeks, Koker Kader Contrast, hangt hier aan de buitenkant als je binnenkomt. En ik krijg constant de vraag van, hey, als je zo ontzettend slecht bent gaan zien, hoe kom je dan toe om te gaan fotograferen? En ik werd socioloog. Alleen toch liep alles heel anders dan ik verwachtte, want binnen een jaar zat ik op het Blindeninstituut. Ik dacht daarvan, alles stort in, ik kan niet meer mijn hobby's doen, ik kan al die creatieve dingen wel vergeten. Blinde en slechtziende mensen kunnen met de tactiele methode onder andere leren wat de eigenschappen zijn van kleuren, waar er schaduw is bij een bepaalde lichtbron en welke middelen we in kunnen zetten om ruimte en diepte te suggereren in een tekening of een schilderij. Met de tactiele methode kunnen mensen met de visuele beperking op hetzelfde niveau meedoen aan reguliere teken- en schilderlessen. Het leuke daarvan vind ik dat je met een beetje knijpen en duwen, dat je dan al heel snel een vormpje krijgt. Wat ik heel leuk vond van de keramiekcursus is dat ik echt dingen heb bijgeleerd. Bijvoorbeeld dat je met rolletjes iets op kunt bouwen. Als je zo voor me ligt met de bol naar me toe, dan is het een abstract beest met een staart. Leuke, goede samenwerking en we hebben leuke dingen gemaakt. En ik wil Jofke van Walloon in het bijzonder bedanken dat ze ze zich inzet voor mensen met een visuele beperking. En ik vind het eigenlijk wel een applausje waard nog. Dus. Denkt u dat onze non-visuele kunstbeleving iets voor u is? Kijk dan op www.ziebel.org wat wij voor u kunnen betekenen. Tactila is een geregistreerd merk, ontwikkeld door Jofke.